Jannes Kyriakides, gefeliciteerd met deze prachtige prijs, de Johan Wagenaar prijs. Eerst even een korte biografie. 51 jaar geleden geboren op Cyprus. Mm-hmm. Op je 5e geëmigreerd naar Engeland. En uiteindelijk in Nederland terechtgekomen, omdat je heel graag naar het Koninklijk Conservatorium in Den Haag wilde. Laten we beginnen met je eerste muzikale herinnering. Heb je die? Ja, mijn eerste muzikale herinnering was in Cyprus waarschijnlijk. Mijn vader had een nachtclub voor live popmuziek. Griekse, Turkse, Arabische popmuziek in Nicosia. En ik herinner me, ik en mijn broer in de nachtclub, soort restaurant, nachtclub, met de muziek aan het luisteren of... En we hebben ook heel veel foto's met muzikanten daar. Dus, oh ja? Ja, waarschijnlijk heeft een indruk gemaakt. Maar het spreekt ook enorm tot de verbeelding, toch? Een nachtclub in Nicosia. Hoe mooi kan je het hebben? En, ik denk, ik heb geen klassiek muziek gehoord tot ik naar Engeland ben gekomen. En op school, hoorde ik... klassiek muziek voor de eerste keer toen ik 7 was of zoiets. 7, 8. En dan was ik echt onder de indruk. Ja, de klassieke muziek, dat kwam meer binnen dan de popmuziek uit de nachtclub van je vader. Ja, en ik weet niet, misschien je onderscheidt niet wat is klassiek, wat is pop. Is alleen muziek. Het is muziek. En het is vreemd en het is mooi. Dus ja. Ja, en was er thuis ook muziek? Ik bedoel, daar was de nachtclub, maar wat werd er thuis gedraaid? Nee, niet echt, want ik heb geen muzikale familie. En het is ook een beetje vecht voor mij om een familie te overtuigen, om vioolles te kunnen nemen en daarna pianoles. En dan ik wilde ook klarinet, hoornles, maar stop. Je ging helemaal los. Nee. Maar... ik herinner me, dat het was ook een beetje vecht voor mij toen ik tiener was om echt te overtuigen dat muziek is wat ik wil doen. En wat was het dan? Ik bedoel, als je thuis totaal geen muzikale bedding hebt, wat was het dan waardoor je dacht, ik wil een viool en een piano en een klarinet? Herinner je wat de drive was? Nee, ik denk het was misschien maar die emotie van muziek en dat je niet veilig voelt, maar het is echt een soort eigen ruimte waar je kan binnengaan. Dat was het misschien. Dat je je eigen wereld creëert die helemaal er zo uitziet en zo klinkt zoals jij wilt en waar je veilig. Ja, dat je het woordje veilig gebruikt trouwens. Ja, ja. En ik herinner me dat ik heb ook vrij jong besloten, zeg maar, misschien toen ik 9 of 10 was, dat ik componist wil worden. Had je daar dan al een beeld bij? Ja, ja. Ik zei dat is makkelijk, want ik ging door mijn jeugd met één directie. Ik wil gewoon componist worden, full stop. Maar ja, dat... Het is ook, het maakt dingen makkelijk, maar het is ook moeilijk als je denkt, als ik niet kan componist worden, als ik niet goed genoeg kan, weet je, wat dan? Dus, dat soort gedachten had je ook al. Ja, ja, ja. Toen ik 18 of 19 was, toen ik echt de beslissing moeten nemen, zal ik deze studeren, zal ik dit doen als vak? Want nu, we zijn vele jaren verder en op de 51ste krijg je deze Urvenprijs en het is echt een grote, mooie, belangrijke prijs. Jouw leermeesters gingen hiervoor, Louis Andriessen bijvoorbeeld, Dick Rijmakers. Als je nu terugkijkt wat je toch doet bij dit soort hoogtepunten in je leven, is dit dan je gedroomde carrière? Waarschijnlijk wel, weet je, want ik heb de vrijheid kunnen nemen om zeg maar, de muziek die ik wilde doen, schrijven, weet je. Geen andere zeg maar, dingen die ik dacht, nee, ik zou beter als ik deze richting zou gaan,
Nee, ik ben echt, ja, ik, weet je, ik kijk nooit echt terug om te vragen, mm-hmm. you know, was dit een goede beslissing om dit stuk te schrijven of deze, of ook naar Nederland te komen en niet, zeg maar, in Engeland blijven of ergens anders gaan. Maar het is gewoon zo gegaan zoals het is gegaan. Ja, en daarom is het ook bijzonder als je zo'n prijs, oeuvreprijs krijgt, mm-hmm. en dan je kijkt erop, oh ja, misschien, ja, ik heb heel veel stukken geschreven en ik heb dit soort stukken geschreven, maar ik reflecteer niet zo vaak, zeg maar, op wat ik heb geschreven. Het is altijd, als kunstenaar, je bent altijd bezig met het volgende project. Ja. Kan ik dat doen? Heb ik goed genoeg ideeën of zoiets? Dus ja. Er zit een rode draad, hè, in jouw werk. Je hebt hem zelf benoemd, namelijk communicatie. En ik vroeg me af, zal dat iets te maken hebben met het feit dat je van Cyprus naar Engeland, naar Nederland... Ik bedoel, dat gaat natuurlijk heel erg over communicatie, al was het alleen maar de taal. Ja, ja, misschien heeft dat te maken met dat ik... ik heb altijd... ik dacht altijd, de muziek is een communicatiemedium. Mm-hmm. Weet je, dit heeft te maken met dingen zeggen, boodschappen in veel lagen. En misschien heeft dit te maken met dat mijn oorspronkelijke taal, Grieks, is nu niet meer mijn beste taal. Ik spreek beter Engels dan Grieks en Nederlands, zeg maar. Maar Engels is ook een soort tweede taal. Het is niet ook mijn eigen taal. Dus ja, misschien is het... Je hebt het gevoel dat in muziek kan ik mijn eigen taal maken waar ik best kan communiceren. Maar, ja. Muziek is eigenlijk jouw moedertaal geworden. Ja, het is... En wat je communiceert in muziek, kan je niet communiceren waarschijnlijk in taal. Het is andere vorm van communicatie. Toch speelt taal een heel belangrijke rol in veel van jouw composities. Het is vaak een inspiratiebron, maar het kan ook aanwezig zijn in beeld. Bijvoorbeeld de uitvoering door Mees, die ik heb gezien afgelopen zaterdag in Corso. Wat is dat dan? Waarom vind je het belangrijk om vanuit de taal te vertrekken of het ermee te combineren? Veel redenen. Eén waarschijnlijk is een idee van vertaling. Ik ben geïnteresseerd dus als je iets vertelt. Een data vertaald naar een andere medium. Wat is erover en hoe verandert wat het betekent of zoiets. So dus mm-hmm. dus die vertalingen van verschillende media, ik vind interessant om te kijken. En ook het idee dat voor de luisteraar die boodschap te geven, of die vraag te geven, die boodschap. Wat luister ik naar? Mm-hmm. Is het alleen geluid? Is het muziek? Is het iets anders? Mm-hmm. Dus ik hou deze soort perspectief, verschillende perspectief te geven. Ook voor de luisteraar om andere manier, zeg maar, te luisteren of andere manier naar de muziek te komen. En hoe belangrijk is de begrijpelijkheid dan in jouw muziek? Er is geen één begrijpelijkheid, dus ik hou van, zeg maar, ambiguïteit, dus er is... Verwarring ook, bedoel je? Huh? Verwarring, bedoel je? Verwarring, ja, precies, ja. Dit moet iets gebeuren. Ja, er is geen één idee om te begrijpen. Er zijn veel ideeën dat de luisteraar kan... zichzelf vinden of zoiets. Ik heb heel erg genoten van het concert afgelopen zaterdag. En dankjewel. Ik hoop dat jij heel erg gaat genieten van alle aandacht rondom deze prijs.